Maar Jan. Helemaal verdrukt. Met die grote bek ertussen. Ja. Dag Leo Bos, ik zie dat u prachtige kerstliedjes aan het spelen bent hier. En u hebt een prachtig instrument. Kunt u iets over dat instrument vertellen? Ja, zeker zou ik dat kunnen. Het is officieel is het een diatonisch accordeon. Maar hier in Twente zeggen ze het over het algemeen, het is een trekzak of een trekbuil. Nou ja, er zit een balg tussen en je gaat heen en weer, dus je bent aan het trekken en aan het drukken. Het is wel een bijzonder instrument. Je ziet hem niet veel hier in Twente, of wel? Ik denk wel, maar de meeste harmonica's die ze hier hebben zijn grote drierijers. Die ze bespelen met muziek die eigenlijk hier gemaakt wordt. Ik speel nu kerstliedjes, dus dat is een beetje universeel. Maar dit is eigenlijk een tweerijer. Daar hoor je eigenlijk Ierse en Schotse muziek op te spelen. En een beetje Scandinavisch en zo. Dus het is... Het is wat simpeler dan een drierijer. Je moet er wat anders mee omgaan, laat het zo stellen. He could be a sinner or a gentleman. He could be the preacher when the sword is down. He could be the lawyer with the stand. He never loved you like I. He could be a stranger, he paid a second glance. He could be a trophy of a one-night stand.